Wij zijn hier in Warmond en wel op het terrein en bij de buitenplaats Huis Oostergeest. En Huis Oostergeest is gebouwd in 1651. Na alle waarschijnlijkheid op de fundering van een oude boerderij. Maar door de jaren heen is er natuurlijk van alles en nog wat gebeurd en heeft het huis allerlei aanpassingen meegemaakt. Maar het is een totaalplaatje. En het is eigenlijk een schoolvoorbeeld van een historische buitenplaats. Dat betekent dat je hebt een hoofdhuis, een bijhuis, een koetshuis. Er zijn 3 priëlen op het landgoed. Er is een historische moestuin met een tuinmansschuur. En dan het hele park eromheen. Met voorweiland, achterweiland, stukje parkbos, tuin, vijvers. Nou, mooie voorbeeld kun je je niet wensen. Daarom wordt het ook wel genoemd een complex historische buitenplaats. Als je langzaam gegroeid, hè? Ja, elke generatie doet wat. Lekker dat herfstblad. Op de buitenplaats zijn nog elementen te zien van de Franse tuinaanleg, dus de rechte lanen. Dat is bijvoorbeeld deze, Lindelaan. Die is dus recht, is ook nog te zien op een kaart op het huis. En op een gegeven moment werd de mode anders. En dat was de Engelse landschapsstijl. En daar is dit een prachtig voorbeeld van. Vanaf 1651 zijn diverse families eigenaar geweest van de buitenplaats. Maar in 1850 hebben mijn voorouders de buitenplaats gekocht. En tot nu, 175 jaar later, is het nog steeds in bezit van de 6e generatie Leemans. Die het goed probeert te beheren, zo goed mogelijk, en weer door te geven voor volgende generaties. En in het geval van de Leemansen is dat altijd eigenlijk in een later stadium geweest. Eigenlijk is de overdracht naar de volgende generatie pas op het moment dat de oudere generatie omvalt. En dan is de generatie daaronder al vaak tussen de 60 en 65 jaar. Maar wij waren al een stukje jonger toen wij het stokje overnamen. Ja. En daarom hebben we ook zoveel kunnen doen. Hè? Wij wonen hier al 25 jaar en wij hebben veel gezorgd dat het weer in een nog betere staat is dan toen we het kregen. Wij hè, als 6e generatie hebben gewoon heel erg gezocht van hoe kunnen we nou zorgen dat het in stand blijft en ook voor een volgende generatie of wie het dan ook na ons moet beheren, ook economisch haalbaar is. En daarom hebben we gezocht naar economische dragers, hebben we het bijhuis gerestaureerd en gerenoveerd waardoor het verhuurd kan worden. Het koetshuis hebben we multifunctioneel gemaakt. We hebben de oranjerie gebouwd die ook multifunctioneel is. Daar kunnen we lezingen laten geven en ook andere activiteiten, met name sociaal gericht. Met andere woorden, daar moet je altijd geld bij. Maar met een aantal economische dragers wordt het ook meer draaglijk. Om voor de volgende generatie er weer voor te zorgen dat die genoeg middelen heeft om met de buitenplaats of het landgoed door te gaan. En dat is heel belangrijk. Het wordt ook voor huidige generaties en toekomstige generaties steeds moeilijker om buitenplaatsen en landgoeden in stand te houden. Ik ben nu 72 jaar, ik werk nog steeds. En waarom werk ik nog steeds? Omdat ik anders niet genoeg middelen heb om het in stand te houden. Om hier te wonen en het beheren en behoud te doen, is elke dag een genot. Maar nooit is het af. Je bent altijd bezig. Je hebt een jaarplan, je hebt een 10-jarenplan. Dan moet dat gerestaureerd worden. We hebben hier 10 monumenten op het land, landgoed. Hè? Dus dan nemen we een priëel, dan nemen we het dak. Hebben we in 2019 helemaal gerestaureerd. Dan een stuk van het bos. Je moet uitdunnen, je moet weer aanplanten. En dat is buiten, wat iedereen kan zien. Maar binnen is dat natuurlijk ook zo.
Dus je bent altijd bezig, want nooit is het af. Nooit. Omdat wij hier de buitenplaats beheren als 60 generatie Leemans, ben je iedere keer bezig met plannen en te zorgen dat de buitenwacht ook ziet waar je mee bezig bent. En om die redenen nodigen we ongeveer eens in de 5 jaar de gemeente Teylingen uit om hier bij ons te overleggen over het wel en wee van de buitenplaats, waar we staan en waar we naartoe willen. Nou, en daarnaast hebben we natuurlijk ook de provincie. Nou, we zijn onderdeel van de landgoederenzone. Dat is dus de strandwal die helemaal van Hillegom loopt naar Monster. Dan houdt hij niet op in Hillegom, gaat natuurlijk door naar Noord-Holland. Maar de provincie die helpt ons om projecten financieel te realiseren. En daar zijn we heel erg blij mee. Ja. Want die steun hebben we heel hard nodig. En we hebben ook nog natuurlijk het Rijk en dat is de onderhoudssubsidie. Wij wonen dus hier als particulier en daarvoor is de buitenplaats ook gebouwd. Het is een particulier historische buitenplaats. En dat voel je. Maak je hier een hotel van, of een kantoor van, of een gemeentehuis, is de ziel eruit. En wij bewonen en beheren het nog zoals het bedoeld is. En dat zie je. Het staat in alle testamenten van mijn voorouders dat het huis mag alleen maar particulier bewoond worden. Geen zakelijke bestemming. Punt. En daar houden we ons gewoon aan. En dan is elke dag een feest. Want daardoor is er een ziel in het huis. Maar het zijn en het daar zijn voor de buitenplaats, voor Oostergeest, dat maakt het ook dat het ingebed is in de gemeente Warmond, in de gemeente Teylingen. Alle kinderen van Warmond komen elk jaar hier op les. Op natuurles, cultuurles en historieles. Ze weten heel veel van het bos, maar ze weten ook over de koeien. Ze weten over het huis en dat doen we al 20 jaar. Soms hebben we een rondleiding voor de ouderen van Warmond. Er is altijd wel wat. En op die manier, ook door sociale evenementen die we hier hebben, waarvan iedereen weet wanneer die er zijn, maakt dat de buitenplaats in Warmond echt een plek heeft. De functie van de buitenplaats is voor de gemeenschap in Warmond is duidelijk dat wij hier niet alleen maar voor onszelf bezig zijn, maar dat de buitenplaats ook voor hun een functie heeft in de gemeente. En dat dragen we ook uit en iedereen weet dat. Nou, wat de buitenplaats Oostergeest voor ons betekent, het is ons zijn. Wij zijn Oostergeest. Mm-hmm.